Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En ja, ik weet het, vandaag is het woensdag en normaal gezien komen er vandaag plugins video's. Maar vandaag is, of ja, eigenlijk een maandag, is namelijk de 1.9 versie van Minecraft uitgekomen. Zoals je kunt zien heb ik mijn webcam op een nieuwe plaats gezet, namelijk vlak voor mijn neus in plaats van op dat scherm. Omdat dit iets beter is volgens mij, dus laat het hieronder in de reacties weten als dit beter is. Nu, ik wil nog eventjes zeggen, ik ben namelijk een beetje ziek, dat kun je misschien horen aan mijn stem. En daarom gaat het een beetje raar klinken. Ik ben namelijk een beetje ziek, maar toch wou ik een video uit laten komen. Dus het gaat misschien een beetje minder babbelen zijn, maar ja. Maar waar ik het vandaag over ga hebben is namelijk eigenlijk over de update. En over nogmaals 25 geheimen die jij misschien niet kende. Namelijk is er al één ding, namelijk alleen spelen, samenspelen is allemaal nu in Nederlands gekomen. Hier staat 25 veranderingen, dus dat gaan we nu eventjes gaan bekijken. Nog wil ik eventjes zeggen voordat deze volledige video begint, namelijk alle zaken heb ik eigenlijk van Xisumavoid. Zijn YouTube kanaal staat hieronder in de beschrijving, hij legt alles heel goed uit van 1.9. Oké, ik heb hier eventjes twee sneeuwmannen getoverd en namelijk, misschien wist je dit al, misschien wist je dit nog niet, maar je kunt namelijk met een schaar hun hoofd eraf halen. En dit is dus het hoofd van eigenlijk een sneeuwman, hoe hij er dus onderuit, ja eigenlijk onder de pompoen eruit ziet. Dus met eigenlijk een soort van smiley face. En ik vind dat het wel iets heeft. Nu namelijk als je dit in survival doet en je haalt het hoofd ervan af, krijg je het de pompoen wel niet. En voor het volgende is namelijk iets wat al heel lang geleden erbij bijgekomen is. En dat is namelijk eigenlijk als volgt. Namelijk in je spawn chunks kunnen de laatste tijd heel veel skelettenpalen tevoorschijn komen. En hoe komt het? Heel eenvoudig. Namelijk in je spawn begint het te regenen met storm, met onweer tot en met. Hetgeen wat dan gebeurt is, er slaat bliksem in en hup, deze paarden komen tevoorschijn met skeletten erop. En dan wordt het weer terug helemaal schoon. En hetgeen wat je kunt zien is namelijk de skeletten blijven leven door middel van een halen. Eenmaal daarna, eenmaal als de skeletten eigenlijk doodgaan, gaan eigenlijk de skelettenpaarden blijven leven en dan krijg je eigenlijk dit. Dus de skelettenpaarden gaan bij je wereld blijven gaan rondlopen. En dat is dus eigenlijk misschien een geheim dat je nog niet kende. Oké, zoals je kunt zien ben ik nu in overlevingsmodus gegaan. Ik heb er namelijk eigenlijk 64 grasblokken in mijn inventaris. Hetgeen wat je eigenlijk nu kunt doen is met je muiswiel naar de grasblokken gaan. Nu, wat er eigenlijk, dat lijkt niet nieuw, maar omdat je dat in Game Mode 1 kon doen, maar hetgeen wat dat bijgedaan is, is namelijk dit. Doe nu mijn middelste muiswiel en je ziet ik heb in één keer 64 steen. Hoe komt het? Ik had deze namelijk hier in mijn inventaris zitten, ik doe mijn muiswiel en de steen komt in je inventaris te zitten. Dat is namelijk ook weer iets nieuws bij Minecraft 1.9. Oké, als volgende ga ik een ijzergolem tevoorschijn toveren, dus dit is namelijk een ijzergolem. En eigenlijk wat een ijzergolem de laatste tijd heeft, is dat hij geen knockback heeft, oftewel geen terugslag. Zoals je kunt zien, hij blijft op de plaats staan. Zelfs als ik een zwaard ga gebruiken, gaat hij op de plaats blijven staan. Hij heeft dus geen één terugslag meer. Je kunt hem blijven slaan en hij blijft gewoon staan. Oké, je weet het wel misschien van de vorige keer dat ik ook een vorstloper, oftewel de frostwalker aan had, met namelijk 100. De radius is maar maximum 30, dus ook al had ik daar 100 op staan, dat maakte helemaal niks uit. Dus ik ga namelijk eventjes de vorstloper nemen en een paard. En waarom neem ik dit? Eigenlijk heel eenvoudig. Vroeger kon je met behulp van op een paard, dus als je eigenlijk op een paard zat, kon je eigenlijk gewoon over het ijs gaan lopen met behulp van deze laarzen. En dit gaat dus niet meer. Dat is eigenlijk dus weggehaald in 1.9. Je kunt niet met frostwalker of met vorstloper eigenlijk met behulp van een paard over water lopen. Dat gaat niet meer. Oké, en ik heb hier een paar drukplaten neergezet en eigenlijk waarom? Namelijk als je je wereld volledig vol met drukplaten zet, gaan hier nooit monsters spawnen. Dus hier bovenop kunnen geen één monster spawnen, op iedere drukplaat maar ook kan geen monster op spawnen. Dat is misschien erg voor mensen die eigenlijk ja, een soort van mobfarm hebben, dat werkt dus niet meer, je kunt dus niet meer, of ja, als je dan overal drukplaten hebt, dat werkt dus niet voor de, mobs. En zoals je hier kunt zien heb ik hier het enderdraakhoofd. Deze kun je namelijk vinden in de nieuwe end-dimensie, oftewel een enddorpen, zo heb ik het toch gelezen. En hetgeen wat je met deze hoofden kunt doen is namelijk als je hem op je hoofd hebt, dus als ik hem eventjes neem en ik zet hem op mijn hoofd, gaat eigenlijk het hoofd op en neer gaan bewegen. Maar dat is nog niet alles. Eigenlijk hetgeen wat ook nog is, is namelijk als volgt. Namelijk als je met de redstone powert, gaat de back op en neer gaan, wat iets heel fijn is voor met redstone mappen. Oké, de volgende heb ik hier ocelotten en eigenlijk ja, vleermuizen. Namelijk als je nu ocelotten of katten en vleermuizen tevoorschijn haalt in Creative, gaan ze niet van jou wegvliegen. Hetgeen wat er wel gaat wegvliegen is namelijk als je de vleermuis slaat, gaat hij wel van jou wegvliegen. Sla je de ocelot of de poes, gaat deze niet weglopen. Dat is dus eigenlijk ook veranderd in 1.9. Je kunt dus met Minecraft, met Gameoid 1, dus gewoon bij katten gaan blijven staan. Oké, dit heb ik eventjes niet tussen zitten, maar eigenlijk hetgeen wat er nu ook nieuw is, is namelijk dat skeletten voor 5% een item in zijn linkerhand kunnen houden. Zoals wij dat dus eigenlijk kunnen, in onze linkerhand iets kunnen houden, zoals je hier kunt zien, kunnen skeletten voor 5% ook in zijn linkerhand een item gaan houden. Maar dit komt maar heel weinig voor. En als volgende ga ik eventjes een zombie villager tevoorschijn halen, maar niet zomaar een zombie villager, namelijk ene die nu wegloopt naar daar dus. Eigenlijk een zombie villager, maar dan de kleine. En dit zijn dus de zombie villagers die klein zijn en ze zien er zelfs heel eng uit, moet ik toch eerlijk toegeven. Dit zijn dus gewoon enge beestjes. Als je naar je escape menu gaat en dan naar je instellingen, ga je misschien 2 knoppen weg hebben. Vroeger was er namelijk een knop van de super secret settings en dit is eigenlijk een knop van een soort van shaders, maar deze knop is verwijderd, net hetzelfde als de Twitch knop, zodat je niet meer direct live kunt streamen via Twitch, direct rechtstreeks van je Minecraft. Waarom ze de Twitch hebben weggehaald is eigenlijk een heel goede vraag. Oké, misschien heb je het al opgevallen, maar als je rondvliegt in je Minecraft-wereld ga je grotere bomen tegen gaan komen. Nu, ik weet niet als ik heb het nog niet echt gezien, maar hier kun je dus al zien, deze bomen zijn vrij groot. En normaal kon je deze enkel en alleen maar verkrijgen met saplings. Dus als je zelf eigenlijk kiemplanten ging gebruiken, dan pas ging het eigenlijk zo groot gaan worden. Dus dat zijn ook de nieuwe bomen die vanaf nu dus hier spawnen in je Minecraft-wereld. Hetgeen wat hier misschien raar aan is aan deze vliegende trapdoors is namelijk dat dit gewoon nieuw is. Deze trapdoors kun je nu eigenlijk gewoon laten vliegen. In Minecraft 1.9 hebben ze het namelijk aangepast dat eigenlijk trapdoors geen één blok moeten hebben om vast aan te zitten. En dit vond Mojang eigenlijk namelijk een verandering dat eigenlijk zei van ja, trapdoors horen dit te doen. Oké, ik ben hier eventjes naar mijn bovenste platform gegaan en ik ga me namelijk een effect van levitation geven. Levitation is eigenlijk het nieuwe effect wat de shulkers geven, dat je namelijk eigenlijk in de lucht zweeft en dan daaronder valt. Maar hier staat het getal 255 in. En 255 zorgt er eigenlijk voor dat je dit krijgt. Dus ik zit hier te zweven, ik heb zweving, zo heet dat in het Nederlands. Ik duw op spatiebalk, ik ga gewoon niet omhoog. Het rammelt hier een beetje. Ik duw op, ja, eigenlijk mijn A-blok om te gaan bukken. En ik ga niet omlaag. Je kunt dus in Minecraft een regel toevoegen, wat heel goed is voor bij mappen, zodat je gewoon niet omlaag kunt en niet omhoog kunt. Wel natuurlijk in Creative, dat gaat dan weer wel. En dan hup, dan haal ik weer mijn effect weer weg. Dus dat is eigenlijk een nieuw soort. En namelijk hetgeen wat er eigenlijk in mijn boekje staat van de uitleg is als volgt. Als je bij 255 blijft je hangen, bij 0 tot 125 ga je omhoog, bij 128 tot 254 ga je omlaag met levitation. Oké, ik ben er eventjes bij nieuwe wereld en eigenlijk als je bij meer wereldinstellingen ga je bij supervlak eigenlijk een nieuw soort schabloon gaan krijgen, namelijk de void. Als je deze schabloon gaat gebruiken, komt hier een lucht te staan, je doet op gereed en een nieuwe wereld creëren. Hetgeen wat je eigenlijk gaat krijgen is eigenlijk een hele lege wereld, wat heel handig is voor een map. Hetgeen wat hier eigenlijk niet in werkt is namelijk regen. Hier regent het namelijk nooit in, dus... Dus hier regent het eigenlijk nooit in deze wereld, hier kan het gewoon niet regenen. En monsters gaan je ook niet echt rap doodgaan. Nu, dit is eigenlijk een heel fijne wereld, vooral als je een mapmaker bent en heel weinig lag wilt hebben op je wereld. Ik heb namelijk 170 frames, wat heel fijn is op deze wereld. Nu, hetgeen wat je eigenlijk namelijk kunt doen is als volgt... Namelijk hetgeen wat ook nog nieuw is, is namelijk dit. Als je namelijk een hele hoop withers inspawnt, ga je meerdere balken gaan krijgen. Zoals je kunt zien heb ik nu 3 withers erop staan. Je krijgt dus meerdere balken in je Minecraft wereld. En die wereld is hier kapot. Oké, ik ben er eventjes aangekomen bij een villager en heel raar, ik heb namelijk deze paarse, oftewel de geestelijke, hier gezet. En deze stond maar alleen. En toen ik hier terug opnieuw aanmeldde of dat ik deze wereld aan het maken was, is hier namelijk een bibliothecaris tevoorschijn gekomen. Er was eerst een kleintje, ik weet niet hoe het er is bijgekomen. Maar ja, namelijk bij een geestelijke is iets nieuws gekomen. Als je namelijk een paar trades hebt gedaan, ga je uiteindelijk eigenlijk een enderparel krijgen. En vroeger was het het enderoog en nu zit de enderparel. Dus je moet Want normaal gezien kun je met een ender oog naar de end gaan. Maar nu moet je eerst naar de nether gaan om blijspoeder te gaan halen. En dan pas kun je met een ender oog naar de end gaan. En dat hebben ze dus aangepast, omdat je anders eigenlijk gewoon de nether kon. Dus ja, niet naar de nether hoeft te gaan. Oké, als volgende heb ik hier namelijk terug een schaar. En eigenlijk wat je nu met behulp van een schaar kunt doen, is eigenlijk als volgt. Als ik eventjes uit game mode ga... uit game mode ga. En dan ga je eigenlijk namelijk de... Dus blijkbaar werkt dat dus toch niet. Normaal gezien kun je met behulp van spinnen, met een schaar met spinnenwebben, eigenlijk kapot slaan en de spinnenweb zelf krijgen. Maar dat is blijkbaar dus veranderd, dus dat werkt dus niet meer. Heel raar. En dan ga ik eventjes naar de nether gaan en nu moet je goed gaan luisteren naar het geluid. Dit is een heel oude... Ik weet het nog van heel vroeger, voor de mensen die pas Minecraft spelen. Misschien niet, maar dit is namelijk het geluid. Dat geluid dus. Dat was namelijk eigenlijk het oude geluid wat er vroeger heel vaak... Of ja, wat er vroeger is geweest. En dit is heel lang een bug geweest dat het geluid nooit werd afgespeeld. En ik ben blij dat het geluid terug is. Dit geluid wat heb ik echt gemist. Ook als ik namelijk naar mijn F3 menu ga, ben ik nog altijd in Extreme Hills. Maar eenmaal als ik eigenlijk helemaal onder de grond ga, dus ik ben onder de grond, gaat hierop komen te staan Outside of World. Namelijk iets hoger, Extreme Hills, Outside of World. En dat is dus eigenlijk ook iets wat erbij gekomen is, namelijk in 1.9. Dit bestond ook al in 1.8 eigenlijk, denk ik. Maar heel veel mensen hebben het nooit echt opgevallen, of ja, nooit echt geweten dat het er was. Maar dat krijg je dus in je F3 menu. Als volgende heb ik hier namelijk een diamanten schoffel. En eigenlijk de schoffel is een van de snelste moordwapens in 1.9. Maar... wat er eigenlijk nu een nadeel aan is, namelijk als je in Game Mode 0, Game Mode 2 zit, ja, Game Mode 0 en Game Mode 2, gaat eigenlijk je schoffel durability af gaan nemen. Dus je schoffel gaat nu toch eigenlijk schade krijgen. Oké, en dan ga ik eventjes over naar hier. En dit is namelijk eigenlijk eventjes met behulp van een skelet. Eigenlijk, ik ga me eventjes uit game mode gaan zetten. Maar namelijk als ik daar dus een skelet tevoorschijn laat toveren en ik ga eventjes zo doen... Oké, de skelet is blijkbaar terug weg. En ik ga eigenlijk 16 blokken voorbij gaan komen. Gaat hij mij al gaan zien en gaat hij mij proberen, ja, kapot te krijgen. Oké. Nu, dus de skelet gaat er eigenlijk voor zorgen dat hij binnen een radius van 16 blokken jou gaat schieten. Maar draag je een skelettenschedel, raar maar waar, als je deze gaat dragen, dan gaat het er eigenlijk voor zorgen, namelijk rond een radius van 8 blokken. Dus je kunt heel kort bijkomen tot 8 blokken en dan pas gaat hij jou gaan schieten. Want hij denkt van, oh dat is ook een skelet, dus hij gaat niet schieten totdat je kort genoeg bent en hij jou gaat ruiken. Dus neem maar op tijd een bad. Oké, ik heb hier nog een Notch Apple en namelijk enderparels. En waarom? Heel eenvoudig, enderparels hebben een afkoeltijd. Dus als ik deze gooi, ga je namelijk zien dat deze een koeltijd hebben van heel weinig. Dus je kunt ze niet meer direct achtereen gaan spammen. Misschien wist je het al, maar als je naar prestaties ging, krijg je hier namelijk bij Overpowered eet een Notch Apple in plaats van maak een Notch Apple. Nu moet je eigenlijk een Notch Apple eten voordat je eigenlijk voordat je dat kaartje krijgt. Dus we gaan de appel eens eventjes eten. En dan krijg je overpowered prestatie behaald. En als je hierover gaat, komt ook normaal op te staan. Eet een Notch Apple. Oké, dan ga ik eventjes terug naar mijn hooibalen. En misschien vraag je je af van waarom? Heel eenvoudig, bij de vorige zei ik eigenlijk dat je nou normaal gezien maar rond de 100 blokken hoog komt. Maar wat is nu het maximale? Heel eenvoudig, met vederzachtvallen 4 is dit 192 blokken hoog. Dus zoals je kunt zien, 192 blokken in de lucht. En we vallen, en we vallen, en we vallen. Een half hartje blijft over. Dus 192 blokken kunnen wij dus zo hoog gaan. Voordat we eigenlijk, ja, als je 193 blokken gaat, ben je dus dood. Maar met vederzacht vallen 4 plus hooibalen kun je 192 blokken hoog vallen. Dat is pas hoog. En we zijn op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Mijn stem klinkt misschien nog altijd een heel beetje raar. Rare zin. Maar ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een blauw duimpje omhoog te doen. En geniet van de rest van de video's die hier allemaal gaan komen. Laat ook allemaal eens een paar reacties achter, zodat ik er binnenkort misschien nog eens een reactievideo van kan maken. Mijn naam is Jens en ik zie jullie bij de volgende video. En trouwens, laat nog eventjes weten hoe je het vindt van de webcam in die positie. Doei!